Hi, ik ben Thies. Thies Özyurt, ook genoemd bijna Turkish Delight. Ik ben een professionele A-vechter, al 7 jaar. Ik beoefen thaiboksen en MMA op een heel hoog niveau. Sinds kort ben ik prof MMA-vechter. Ik train 5 dagen, 6 dagen in de week. Ja, toch. Kun je goed terug laten blijven? Gelijk door. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Opstaan, gelijk opstaan. Yes. Gaat ie, lukt wel. 1, 2, voet laten zakken. 3, 4, 5, 1, 2, 5. 1, 2, uitloop. Rond hem op. Goed zo, nog 5. Kom. 1, 2, 3, knie omhoog. 4, hoger. 5, oké dan. Ja, dit is zwaar. Ja, wat is het verschil? Ja, het verschil is dat ik een echte knokker ben. Als ik de ring zie, dan weet ik wat mijn doel is. En dat is gewoon echt niet eens misschien om te winnen en te verliezen. Ik stap erin om echt te knokken, echt die partij naar me toe te trekken. En het verschil is, wat mij ook anders maakt, denk ik, dan de andere vrouwelijke vechters, is dat ik elke partij aanneem. Ik zeg geen één partij af. Al is diegene 20-voudig wereldkampioen, al komt hij net om de hoek kijken, iedereen is voor mij op één lijn, waaronder ik ook op één lijn. Ben ik beter? Dat mogen de mensen buiten de ring beslissen. Ben ik minder? Nee, ik ben zeker niet minder. Want ik neem elke partij, alles het boksen, wat ik al aangaf, of MMA, of thaiboksen, of ja, als een karatepartij, of Kyokushin, ik doe het. Ik sta daar. Als ze mij vragen en mij benaderen, ben ik er zeker. Ja, wat ik al aangaf, ik ben een allround vechter. Dat houdt in, om een voorbeeld te noemen, ja, ik heb 2 Europese titels. Waarvan dus 1 thaiboks titel, wat ik naar binnen heb gesleept. En een Kyokushin. Je zal wel denken, wat is Kyokushin? Geloof me, het is echt een harde sport. Het is een dames toernooi. Waaronder dus van 65 kilo tot 100 kilo. Daar heb ik aan meegedaan. Ik heb er 2,5 week voor getraind. Ik ben niet eigenlijk op dat moment met een doel erin gegaan, maar wel van ik heb ervoor getraind en ik zie wel wat er gebeurt, maar 1 ding is zeker, ik ga de titel pakken. En dat was ook mijn doel en heb ik behaald. Veel voor de vele vechters in Nederland die Kyokushin niet weten wat de inhoud ervan is. Het is een, wat ik al aangaf, een hele harde spel. Het is een karate achtergrond met een stapje hoger, dat betekent dus met volle vuist op het lichaam. Is het toegestaan om te stoten, knieën naar het hoofd, achterwaarts te trappen, niet op het gezicht. Maar je mag wel je tegenstander trekken om een knie te plaatsen op een trap. En ook te stoten met je blote vuisten. Nou, ik was er dus deelnemer. Ik heb me op dat moment ingeschreven en ik kon meteen meedoen. En in Kyokushin stijlen heb je dus achtergrond MMA vechters. Over de hele wereld komen de vechters. Deden mensen uit Polen mee, Tsjechië, Iran deed zelfs mee en ik wil ook naar de lichtste vechter op dat moment. Het is denk ik nu 4 of 5 jaar geleden en die meiden die daar stonden, die waren ervaren Kyokushin vechters. Ik weet nog wel, ik dacht van nou ik zie wel wat er gebeurt en ze hadden allemaal borstbeschermers om en het is natuurlijk, het is heel veilig voor een dame. Maar op dat moment, ja, ik wist de inhoud niet echt van het spel. Ik wist dat ik mijn handen hoog moest houden en gewoon mijn knokkel erin moest zetten. En op dat moment moesten we wegen en ik woog in die tijd woog nog best wel, voor mij in lengte was het best wel zwaar, 66,5. En dan sta je dus in de zwaargewicht en er waren 4 dames en ik woog de lichtste, de zwaarste, de kampioen. Dus zelf ook een ervaren vechter van Kamakura, die dus de titelhouder was, die elk jaar nog won, die woog 93,5 kilo. En uiteindelijk moest ik, de eerste ronde moest ik tegen een Tsjechisch meisje vechten. Die woog, ik dacht 86 kilo. Dus ik voelde al meteen toen de scheids zegt, hé, Jamee. Meteen die volle vuist op je borstkast. Ik voelde al dat mijn lucht. En ik zag haar op het moment dat ik haar zag, dat haar, zij moest zoveel doen. Maar ik was natuurlijk, omdat ik wat lichter ben in die gewichtklasse, veel sneller. Dus ik zette die druk op haar. Ik ging alleen maar naar voren trappen, stoten. En alles ging gewoon hoe ik het hebben wilde. En ja, het was 2 rondjes van 3 minuten en ze hebben mij dus winnaar gemaakt.
Ja, maar dan, komt het, dan ben je nog niet klaar. Dan kom je dus voor de finale plek voor de Europese titel. En toen kwam ik tegen de dame te staan die elk jaar nog won. En ik keek haar al aan op afstand en ik dacht, ja, het komt wel goed. Alsof, en op het moment dat ik dat zei, realiseerde ik van, hey, mijn schenen zijn dik, hey, mijn vuisten zijn dik, want het is met blote vuist. En ik durfde haast niet mijn topje even om naar binnen te kijken, wat daar, hè, waar ik daar kon zien. En wat ik dus zag, dat dus was mijn hele ribbenkast was helemaal blauw. En op het moment dat ik erop drukte, voelde ik echt dat ik, nou, je kan haast zelf wel weten als je een kneuzing hebt, hè, of iets, dat voelt een mens toch aan zijn lichaam. En ja, ik vecht al 13 jaar, dus ik weet echt wel als er iets niet goed is. Dus ik drukte nog een keer. Toen voelde ik echt dat mijn lucht, als ik ademde, en dat je een messteek van achter kreeg. Dus mijn trainer die kwam binnen, hij zegt, de oude trainer, die zegt van, nou, we gaan door, hè. Ik zeg, tuurlijk gaan we door. En er was nog een meisje waar ik altijd mee trainde. En die zei tegen mij, weet je dat wel heel zeker, je bent gewoon blauw. En ik zeg, tuurlijk, ik ben zo ver gekomen, ik ga het niet opgeven. Op het moment dat zij op mijn ribben drukte, zakte ik gewoon letterlijk en figuurlijk door mijn knieën. Zo'n pijn. En ik gaf mezelf een tik. Ik zeg, ja, ik heb nog nooit een partij afgezegd, zal ik ook nooit doen. Maar ik dacht, nee, niks houdt mij tegen. Die titel is voor mij, ik ben hier niks voor niks gekomen. En op dat moment is 93 kilo, al was ze 100 kilo, dus dan op dat moment helemaal niks. Want ik spar ook met mannen en die zijn ook 100 kilo, 90 kilo. Ik kom om te knokken. En dan maakt het me echt niet uit wie tegenover me staat. Heb ik er respect voor? Zeker heb ik respect. Maar niemand moet mij zien van, oké, ik ben een klein meisje van 1,59 lang. En dat ze mij lager zien, omdat ik klein ben. Maar wat ze niet weten is dat ik kwam om te knokken. En toevallig stond die deur stond op een kiertje en mijn tegenstander, die had natuurlijk, die won dus de eerste ronde op opgave. Haar tegenstander gaf op, dus die is blessurevrij. En ik zat met ijs zat ik op de bank en mijn trainer zegt, nou, we hebben nog een uurtje, anderhalf uurtje, dus je kan je even herstellen. Dus op dat moment ben je heel blij, hè? Weet je, want je kan je lichaam eigenlijk een beetje herstellen, want dat voel je ook. En ik zat met die ijszak op mijn ribben en ik zat daar even, ik denk, oh, komt er goed. Ik pushte mezelf. En ze liepen langs en ik keek eraan en ze deed echt met haar mond, tss, zo. Nou, geloof me, ik heb die ijszak in de hoek gegooid. Ik zei, laat die partij maar komen, ik ben er klaar voor. En op dat moment, ik voelde geen pijn, ik voelde helemaal niks. En ik dacht, nu is die titel helemaal voor mij. Hij was al voor mij, daar heb ik voor getraind. Maar op dat moment dacht ik van, nu heb je mij uitgedaagd. Je ziet mij dat ik omdat ik klein ben, zie je me lager dan jou. Jij toont mij geen respect. Ik ga jou geen respect tonen in de ring. Buiten de ring wel, want daar ben ik. Ik ben een hele respectvolle vechter voor iedereen. Niemand is niet meer en niet minder dan mij. Iedereen die komt om te knokken en iedereen doet zijn ding. Daar heb ik respect voor. Maar op dat moment tonen ze aan mij totaal geen respect. En we stonden op de catwalk en toen hoorde ik een andere vechter die bij haar traint. Of een vriendin van haar die hoorde, oh, wat wil die ukkie nou? Zo op zijn hagenees. En ik draai hem om en ik denk, zo moet ik hierop reageren? Nee. Hou je focus op iets, dacht ik. En toen stond ik op de catwalk. En toen riepen ze mij dus om. Met een achtergrond, kickboksen enzovoorts. En toen begon ze te lachen. En toen keek ik eraan. En toen zei ik van, je bent je titel straks kwijt. Want dat is de eerste keer van mijn leven dat ik iemand eigenlijk een weerwoord teruggeef. Dat ik even dat kleine stukje geen respect toon. Ik zeg, eigenlijk ja, je kunt het ook zo zien, is het geen respect. Misschien was het wel... was het onrespectvol, maar ze heeft me wel een beetje uitgedaagd. Op dat moment wilde ik haar even laten realiseren dat ik kon te knokken. Ja, toen begon het. De bel ging er volop. En na de eerste anderhalve minuut was ze leeg. Ja, ik kreeg die trappen van haar. Het waren gewoon een boomstam wat op je viel. Op je hoofd. Op je leven. Echt tof. En één keer werd ik zo boos op mezelf in de ring. Ik voelde dat ik gewoon geen kracht meer had om mijn benen te staan. Toen dacht ik, jij hebt ergere dingen meegemaakt. Jij bent nog van de zwaardere weg gekomen. Maar jij staat hier. En laat maar even zien wie Hatties is. En 3 rondes lang heb ik haar gewoon helemaal gedomineerd in de ring. En hard. En dan zijn mijn vuistjes maar op dat moment net van die kindervuistjes. En die van haar zijn gewoon van zulke vuisten. Zulke knokkel. En ze was een stevige meid. Ze was niet eens afgetreden. Ze was echt gewoon vol. Ja, met alle respect ben ik gewoon overheen gelopen. En is mijn hand omhoog gegaan. En is zij haar titel kwijt. En in de Kyokushin-klasse ben ik nu Europees kampioen.
ben ik begonnen aan kickboksen. Dat is echt lachwekkend. Ik was 12 jaar. Ik was op de basisschool. En ik was altijd blij dat ik zogenaamd de sterkste van de school was. En ik ging naar de hogere school. En dan komen ze altijd langs. Hè? Want we hebben hier twee scholen. Wat je kunt kiezen. En een directeur van die school zei, wat wil jij worden? Nou, de ander zei monteur en de andere zei kapper. En dan zei zuster of gymleraar. Hatties, wat wil jij worden? Nou, dan begon het. Ik zei, ik wil een professionele vechter worden. Ik wil kickboksen, ik wil in de ring. En iedereen begon te lachen. Maar voor mij was dat op dat moment gewoon echt een vak wat ik wilde doen. Ja, maar het is geen vak, maar wat wil je later worden? Toen zei ik heel boos. Ik was 11, 12 jaar. Ik zei toch, wil ik kickboksen worden? Oké, ze begonnen allemaal te lachen. Dat ging dus naar de eerste. En ik was nooit ik was een hele rustige meisje. Ik zocht nooit ruzie op. Nog steeds. Ik kom altijd voor mensen op. En zo ben ik ook altijd geweest. En op school, in de eerste klas, ja, daar kom je aan. Maar inderdaad, ik was een smurf, zo'n grote tas. En dat was een dame uit de vierde klas. En ja, die zien ze, hè? smurf, de eerste paar keer. De tweede keer zat ik, de tweede maand zat ik op school. En toen kreeg ik een trap onder mijn tas. En al mijn tassen vielen. Dus ik wilde eigenlijk gaan huilen. Ik zal het nooit vergeten, ik wilde huilen. Van waarom? Omdat ik klein ben. Maar iets in mij die brandde zo los, hè, dat ik gewoon naar die meid wilde gaan. Al was ze 1,80 lang, wat ze ook was. Zeggen van, hé, wat denk je wel? Maar ik dacht, nee. Maar ik dacht bij mezelf, ik moet wel voor mezelf opkomen. Want als ik nu laat zien dat ik door mijn lengte niks kan, of dat ik me niet van mezelf af te bijten, pak ze me altijd. Ik dacht bij mezelf, hoe groot jij ook bent, hoe klein ik ben, ik kom voor mezelf op. En dat is belangrijk. Op het moment deed ze het weer. Toen zei ze tegen mij, ik ga je pakken. In de stad, kom maar. Ik zei, is goed. Ik zei, is goed. Ik zeg, jij gaat mij pakken, is goed. Of ik ga jou pakken. Dat dacht ik, heb het niet gezegd. Ik zei tegen haar, ik zeg, is goed. Ik kom, waar? Zeg ze, voor die en die winkel. Ik kwam erheen en nog een vriendin van mij die was mee. Ze zegt, ik laat je niet alleen hoor. Want als ze hier dan slaapt, dan heb ik het ook gezien. En die meisje was heel bang. Ik zei, nooit vergeten, ik pakte haar hand. Ik zei, we gaan er samen heen. En we gaan samen recht lopend gaan we terug. Zeg dat nou niet, zegt ze. Zeg dat nou niet, want die weet het nooit. Ik zeg, geloof mij, als ik iets wil. En dat op dat moment is dat mijn doel. Om haar even te laten zien wie ik ben. Wie ik ben. Dacht ik, dat ga ik wel even laten zien. En inderdaad, zij kwam met een hele grote groep. En wij waren met twee man. Ze liepen op me af en ze gaf me een douw. Ik zei, ik geef je 10 seconden om weg te gaan. Nou, ze begon helemaal in te lachen. Hè? Wat wil je nou? En ik dacht, bla bla bla, zat ze met haar hand. Ik zei, ga niet met je handen praten. Als je praat, praat met je mond. Toen zei ze tegen mij, tel maar vast af, Ukkie, zegt ze. Toen begon ze zelf met 5 te tellen. Toen begon ik met 6. Ik zeg, 6, 7. 8, 9. Ik zeg, ik geef je nog 1 waarschuwing. Ik ga nu weg. Toen deed ze dus zo. Ja, en toen gaf ik haar een hele korte, keiharde rechterhoek. En ze viel. Ze viel op de grond. En ze begon te trillen. En er kwam iets van schuim uit om. En ik ben nog nooit zo geschrokken dat ik zo'n klein meisje ben. Dat ik zo, ja, blijkbaar zo hard kon slaan. En uiteindelijk bleek dat zij een gebroken kaak had op 2 plekken. Daar ben ik inderdaad heel erg van geschrokken. En mijn ouders hebben toen heel goed met mij gepraat. Van meisje, je bent zo sterk en je hebt het ooit zo gehad over kickboksen en in de ring. Misschien is het beter dat je op een vechtsport gaat. Nou, voordat mijn ouders dat al zeiden, trok de school aan de bel. Maar als jullie hier niet iets gaan doen, dan moeten we echt gaat iets van school afsturen. Nou, ik kom uit de Turks cultuur en mensen die echt de Turks cultuur ook kennen, het is echt meisje. Ik ben natuurlijk ook heel meisje, maar in onze cultuur is het wel een beetje van, nou, wel raar, zo'n vechtersbaasje. Ik was geen vechtersbaasje. Op dat moment kwam ik alleen voor mezelf op. Ja, en ik deed het op dat moment en ik deed het goed, maar ik liep wel rechtdoor. En toen was ik 14 en toen begon het, de eerste sportschool. Het was hier in Steenwijk bij ons. Dat was toen een man die weet waar hij over praat. Helaas is hij niet meer bij ons. Dat is Frans Santing. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft mij echt. En hij heeft wat met me gemaakt. Niet normaal. Ik was echt een, ja, luie donder. Ik moest echt een schop onder mijn reet krijgen.
van weet wat je hebt, weet wat voor talent je hebt, doe daar wat mee. En de eerste keer dat ik in die sportschool kwam, want je hebt een meisje, heb je een gebroken kaak geslagen. Doe toch wel wat met je. Het is net een hoge boom die valt. En het was niet echt arrogantie voor mij, maar van, ik ben echt sterk. Ik ben heel sterk. En op dat moment zat ik eigenlijk zo op de bank met mijn moeder. En mijn moeder zei, dat is wel goed voor je. Het is wel heel goed voor je. En ik zei, die pak ik wel. Die sla ik wel een bloedneus. Op dat moment was daar een dame, nou een hele goede vriendin van mij. Die lachte naar mij. Ik dacht, zij durft naar mij te lachen. En ze kwam naar me toe. Ze zegt, wil je meedoen? Mijn moeder zegt, heel graag. Ze moet, neem me maar mee. Nou, mijn trainer zei, oké, morgen doe je mee. Nou, ik op school vertel, ja, ik ga kickboksen. En, leuk. Je bent ook sterk, ja. En ik zag al dat mensen die ik al kon pakken. Nou, echt niet. Dan kom je daar, om maar zo te zeggen, als snotneus van 14. En op dat moment kreeg ik wel praatjes. Maar dan hebben ze heel snel het dan naar beneden gedrukt. Ik moest sparren. En ik kreeg een bloedneus. En ik huilde. Het was echt niet meer. Ik huilde. Niet omdat het pijn deed, maar ik kreeg gewoon een klap terug. En dat is ook in die sportwereld. Je geeft er een, maar je krijgt er keihard... Kijk, eentje terug van wachten. En een week. Ik zei tegen je moeder, ik wil niet meer. Ik stop ermee. Ik kan dit niet. Mijn moeder zegt, nee. Jij hebt iemand geslagen en nu krijg je dezelfde pijn terug. Hier leer je van. En dat is het stukje discipline en doorzettingsvermogen. En dat maakt mij ook, denk ik, ook anders dan sommige vechters. Ik ga door. Ik ben gewoon niet te stoppen. En op dat moment ben ik ook doorgegaan. Ik heb echt door de zure appel gebeten. En mijn trainer, dankzij hem, heeft hij mij echt op een niveau gezet. Want ik was 14 en toen vocht ik al C-klasse, B vocht ik al op mijn 15e, stiekem tussendoor. En hij zei tegen mij, ik kan jou niet maken, het zit in jou. Doe daar wat mee, dan pak het heel serieus aan. Nou, op een gegeven moment, 7,5 jaar geleden bijna, kom je in de A-klasse. En in die tijd van mij waren er geen beginneling A-klasses, kon je geen A-klasse kiezen die op jouw level zat. Ik kwam meteen tegen de beste te staan. Ik kwam meteen tegen A-klassen te staan. Die meiden die hadden titels of die hadden 30 keer gevochten. Of die meiden uit het buitenland. Ik heb tegen meiden uit het buitenland gestaan. Gevochten, gewonnen, verloren. Ik kan echt zeggen dat ik echt tegen toppers heb gevochten en in de ring heb gestaan. Ze waren 1,87 lang, 1,90. Ze waren 10 kilo zwaarder, 30 kilo zwaarder. Ik nam alles aan, nog steeds. Dat zit hier, omdat ik het wil. En sinds kort train ik nu 4 jaar nu. Train ik bij Ali Gunyar. Vooral in de sportwereld, de meeste mensen kennen hem. Zijn bijnaam de maffia Ali Gunyar in Eindhoven. Dus zeker een talent, ook om zo te zeggen Turkse trots van iedereen. Ik zag hem 8 jaar geleden zag ik hem op Showtime vechten. En ik dacht, wat die benen, wat gaat dat goed en die trappen. Ja, op dat moment was hij echt mijn voorbeeld. En... ik had mijn rijbewijs gehaald, dus toen ging het ook professioneel aanpakken. En toen reed ik 2 keer in de week, nog steeds, 2 keer in de week rijd ik naar Eindhoven. Doe ik 3,5 uur om. Heel veel mensen zeggen, je bent toch gek, je gaat toch niet helemaal naar Eindhoven. Waarom niet? Waarom niet? Hij motiveert mij. Hij weet mijn spel. Hij weet mij te besturen buiten de ring, ook in de ring. Dus waarom niet? Hij is een man, hij weet waar hij over praat. En daarnaast, het voelt daar als familie. Naast mijn kickboksen kan ik met alles bij hem terecht. Zijn gezin, zijn familie. Het is gewoon net een familie. En op de mat brengt hij mij op niveau. En dat is nu waar ik sta. Ja. En 2 keer in de week rijden daarheen is natuurlijk wel heel zwaar. En hij pakt het heel professioneel aan. En hij zegt, ja dames, zegt hij, 2 keer in de week hierheen komen. En de rest van je tijd, hij zegt, conditietrainer. Hij zegt, vind ik een beetje het over een lage kant. Hij zegt, dat doen we nog 4 jaar. Hij zegt, we zien wel. Hè, wat, je gaat met elke keer gaan je stap omhoog. Waarom niet nog een sportschool erbij? Nou, ik zei, is goed. Hij zegt, ik ken wel in jouw regio een beetje, in de buurt bij jou, een sportschool die jou wel kan sturen. En toen kwam ik bij Fighting Palace in Zwolle, wat ook wordt gezegd Lookie's Gym. Het ging ook best wel toppers, waaronder ook bekende vechters zoals ervaren vechters, die Karel van den Bos en Dave van der Ploeg, Salijsa van den Bos. Dat zijn allemaal ervaren vechters waar ik ook natuurlijk mee box. En er loopt om hem even te zeggen, Loek van den Bos, de eigenaar, maar ook de man die het kickboksen hier in Nederland heeft meegemaakt en opgestart.
bokslegende in mijn ogen die mij gewoon echt qua boksen op een hele hoog niveau heeft gezet. Die meteen gewoon te zaken om mij dit en dit meteen aan werken. Meteen. Ik deed mijn handschoenen aan. Meteen. Ik voelde me ook thuis. Het voelt gewoon goed. En daarnaast ben ik natuurlijk sinds kort prof MMA vechter. Ik train met een ervaren kooivechter, Marco de Wit, in Amstelveen. Waaronder ook hele toppers trainen van de UFC, zoals Fedor, Jurina Baas, Robin Rosmalen. De connecties buiten heb ik gewoon heel goed. Maar daar heb ik ook voor geknokt, dat heb ik opgebouwd in die 13 jaar. Je moet jezelf echt omhoog knokken. En dat heb ik zeker gedaan, al op een 14-jarige leeftijd. Ja, en daarnaast is het echt mijn sport. Je kan het noemen als hobby. Ja, tuurlijk is het hobby. Als ik voor de klas sta en ik geef les aan de kinderen of ik begeleid de vechten, wil ik zoveel mogelijk, heb ik er zoveel passie in. En het is ook natuurlijk hobby, maar ook wil ik mensen zoveel motiveren. Maar ook realiseren dat de ring echt geen spelletje is. Hoe ik er ook uitzie, hoe ik ook praat, wie ik ook ben, het is een harde spel. En elk moment dat ik daar in die dojo sta, of in een ring, of op de catwalk, weet ik dat. Het is geen spel. Het is een spel in een ring. Maar uiteindelijk is het een harde spel. En uiteindelijk doe ik er alles te zorgen dat mijn hand omhoog gaat. Dat mensen mij onthouden. Want ik kom om te knokken. Lijst. Ik heb voor mijn gevoel heb ik een goede lijst. Wat is een goede lijst? De helft heb je, hè? Heb je de petten nagegooid, de helft heb je keihard voor gevochten en heb je terecht verloren. Ik heb 67 keer gevochten, 12 keer verloren, waarvan 7 op technisch KO. Een tweevoudig Europees kampioen. Ik vecht alle stijlen, ik heb alle stijlen ook echt gevochten. En dan bedoel ik dat ik echt een allround vechter ben. Mijn achtergrond is toch echt thaiboksen. Ja, wat kan ik noemen? Ik heb taekwondo heb ik zelfs gedaan. Ik kwam nou op mijn kickboxpartij en mijn tegenstander had afgezegd. Dus taekwondo, meisje weegt alleen 98 kilo. Goed, geen probleem, de knop, gewonnen. Als je wil, kom je er wel. En ik had gezegd taekwondo, MMA, free fight in die tijd nog. Kyokushin, kickboksen, thaiboksen. Ik heb echt tegen veel vechters gestaan. Echt topvechters gewoon die nog steeds meedraaien, zoals we noemen Julie Kitchen, Jorina Baas, die mijn neus heeft gebroken, waar ik wel trots op ben. Het is mijn hartsvriendin, beste vriendin. Dus je ziet ook, dus naast de sport heb je ook een band. En dat meisje, ja, zij was 16, ik was 17 en we vochten een Nederlands titel. En we trainen met elkaar, we delen alles met elkaar. Ze heeft mijn neus dan wel gebroken, maar ik ga door vuur voor haar. Want het is gewoon echt mijn beste hartsvriendin. En er zijn momenten geweest dat ik even dacht van, nou ja, weet je, even rust. Als zij wel diegene zei, kom op, weet je wel, moet je nagaan. Het is mijn tegenstander geweest. En ze hebben me gewoon gesleept door bepaalde dingen. En nog steeds, als ik heb bel, staat ze gewoon. Daarnaast, ja, Floli Munoz uit Spanje. Het mooiste partij wat ik nog wel, ja, was niet echt mooi, maar ja, wat gewoon heel grappig heeft uitgepakt was de Iron Lady.